Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Veerman. Beste luisteraars, we lezen verder in Rut 4 vanaf het 7e vers. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas: koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Dat is een lezing uit het woord van onze God. Een wat vreemde geschiedenis, in ieder geval een gebeurtenis die vragen oproept. We zijn in de poort en de losser is aangesproken. Boas die heeft het gezegd dat hij Rut wil gaan lossen. En hij vertelt dat zodra hij het land van Naomi uit de hand van Naomi koopt, dat hij ook zal moeten trouwen met Rut de Moabitische. En de losser heeft gezegd: ik kan niet lossen. En dan neemt u het voor uw rekening. Want ik zou moeten lossen wat ik niet kan lossen. En dan komt die geschiedenis over het geven en uittrekken van de schoen. Met de schoen wordt hier een bewijsstuk overhandigd. De schoen als bewijs. De schoen dat is in Israël ook, staat in Israël ook symbool voor hetgeen waarmee je het land betreedt. Het is een symbool voor macht. Met het uittrekken van de schoen wordt de koop bekrachtigd. Het is alsof je letterlijk je schoen ergens opzet. Je eigendom ergens over laat gelden. Het ritueel in de poort is zichtbaar. De schoen als teken van eigendomsrecht. De schoen staat ook symbool voor de positie waarin iemand staat. De ander moet al het publiek zijn positie afstaan aan Boas. Hij overhandigt de schoen. Je zou het ook zo kunnen zeggen: Boas komt nu letterlijk en figuurlijk in de schoenen van de ander te staan. Hij is de losser geworden die zich zal ontfermen over Rut, de arme weduwe, kinderloos, die gekomen is uit Moab. De schoen overhandigt. Een teken dus van het overgaan van het losserschap. Schoenen, we komen ze vaker tegen in de Bijbel. Oog in oog met de heiligheid van God kunnen wij onze schoenen niet blijven dragen. Kunnen wij niet blijven staan in onze eigen positie. Moeten wij het belijden dat wij onheilig zijn en God heilig is. Ik denk er alleen al aan wat er staat in Exodus 3 vers 4. Als Mozes dan een brandende braambos ziet, dan klinkt het: toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: kom niet dichterbij. Duw uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Oog in oog met de heilige God moeten onze schoenen uit. We kunnen geen rechten claimen. En het uittrekken van de schoen is dan in dit geval ook een teken van verootmoediging. Een aanwijzen van onze positie. Geen mens kan schoenen aanhouden, oog in oog met God. Alleen Christus de Zoon kan in Gods nabijheid verkeren. Hij is het van wie Johannes zegt: hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. Opnieuw gaat het over een schoen. Opnieuw gaat het over een losser. Johannes, hij zegt het: ik ben het niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Daar zien wij die losser, die geheel in onze plaats wil staan. Hij is de losser. De losser waar Boas naar vooruit wijst. De losser die komen zal. Wat een genade dat deze losser in de schoenen van mensen wilde komen staan. Dat hij mens geworden is. En dat Johannes hem ziet lopen met sandalen door het land van Israël. Dat Johannes hem mag aanwijzen als het lam van God dat de zonde van de wereld op zich neemt. Dat is ook de taal van de losser. Hij kwam in onze plaats. En dan de schoen als garantiebewijs.
De mensen in de poort kunnen het zien. Hij trok zijn schoen uit en hij ontvangt de schoen. Dat is de taal van de symbolen. De taal die de koop bevestigen. Wij zijn in onze tijd misschien niet zo bekend met deze symbolen. Maar ook in de kerk zijn er van die symbolen en tekenen die een zaak onderstrepen deze week. Als het brood wordt gebroken en als de wijn wordt ingeschonken aan de tafel van het avondmaal, dan bevestigen deze tekenen en symbolen het losserswerk van Jezus Christus. Aan de tafel zegt de Heere: het is waar, ik ben de losser. Brood en wijn, het zijn de garantietekenen, het zijn de bevestigingen die de Heere wil geven aan het aangevochten geloof. Als de losser de schoen in de handen heeft, dan is het voor iedereen zichtbaar. Ja, daar is een losser. En als aan de tafel brood en wijn worden gebroken, dan is het zichtbaar. Er is genade voor de grootste zondaar. Er is een losser gekomen. De Goël, Jezus Christus. En wie in hem gelooft, zal leven. Verstaat u? Begrijp jij? De taal van de symbolen. Geloof je het? Jezus, hij is gekomen. Hij is het van wie ik het niet waard ben. Om de riem van zijn sandalen los te maken. Maar wat groter is, hij is ook zo heerlijk. Dat hij kwam om in mijn plaats te lossen. Aan het kruishout van Golgotha. Komende zondag. Opnieuw. De taal van de symbolen. Brood en wijn. En wie het ziet. En wie het gelooft, mag verwonderd zeggen: hij is mijn losser. We zullen de Heere danken. Getrouwe Heere, wij danken u vandaag voor de taal van tekenen en symbolen. U spreekt door uw woord de Bijbel. Maar wat is het heerlijk als dat bevestigd wordt in het sacrament van het heilige avondmaal. Wij bidden u in deze week van voorbereiding dat u ons schenkt wat wij nodig hebben. Geloof in de Heere Jezus. Heere, wij bidden u een verlangen naar de tafel, om een verlangen naar de tafel. Heere, geef dat wij mogen weten en geloven dat er een losser is. En als wij buiten u zijn, geef dan toch bekering. Heere, geef dat wij u nodig krijgen. Dat we niet kunnen leven en sterven zonder de losser, omdat we het beseffen. Ik kan mijn schoenen niet aanhouden als ik voor Gods heiligheid verschijn. De grond waarop u staat is heilig. Zo sprak u tegen Mozes. Heere, zo spreekt u nog vandaag. Maar wie tot u komt in uw Zoon, de Heer Jezus, heeft het leven. Zegent u ons deze dag, bewaart u ons en beschermt u ons. En geef ook dat de taal van de symbolen ons voeding geeft. Amen.